Welkom bij Witte Wolf. Ik ben Desiree, dit is Medium Legt Uit. En ik wil vandaag iets uitleggen over allerlei soorten zwarte rituelen waar ik of over heb gehoord, of wat ik in de praktijk heb gezien, of heb gelezen. In boeken of op internet. Ik wil dus uitleggen wat die rituelen doen, hoe ze ongeveer werken, niet hoe je ze doet natuurlijk. En hoe je ze op kunt merken uiteraard. En natuurlijk benoemen dat alles dat ik benoem, ik ook natuurlijk weg kan halen. Dus ik ga er gewoon mee beginnen. Het eerste ritueel is dat mensen iets in je eten en drinken doen. Dan maken ze dus ergens een soort mengsel of ze laten het maken. En dat is dan het ritueel. En daarmee kun je verschillende dingen veroorzaken. Namelijk dat iemand een drankprobleem krijgt of een verslaving krijgt die dus niet te verklaren is, niet op te lossen is in een kliniek. Dus dan word je maar bestempeld als verslaafd, want ja, die zijn hardnekkig. En nogmaals, vooral alcoholprobleem komt hierdoor heel vaak. En als we het dan toch hebben over mijn hulpverlening, ik kijk dan ook meestal wel, is het psychologisch of medisch of is het echt alleen maar zwart? En in het geval van zwart, dan help ik natuurlijk. Maar wat je er ook mee kan bereiken is dat je zorgt dat iemand hierdoor niet zwanger wordt. Wat je er ook mee kan bereiken is zorgen dat iemand gehoorzaam wordt. Dus jou nooit verdenkt, verliefd op je wordt, op handen draagt, geld geeft, weet ik het. Alles wat onder gehoorzaamheid valt. En je kunt er ook voor zorgen met zo'n ritueel dat iemand eigenlijk een kloof krijgt tussen zijn lichaam en geest. Dus als je dan naar een psycholoog zou gaan, dan zou er bijvoorbeeld schizofrenie, borderline, noem het maar op, manisch uitkomen. Maar dat is dus veroorzaakt door het zwarte. En dat is ook lastig, omdat het ook lijkt op iets dat mentaal is. Maar het kan een zwarte oorzaak hebben, hoeft niet, kan wel. Dus dat was het voor wat je allemaal kan aanrichten via eten en drinken. Gaan we naar de volgende categorie, dat is dat mensen iets op de grond gooien voor je deur of in jouw naam of ergens waar je vaak komt. Het is ook een bepaald ritueel mengsel dat je laat maken. Wat je daarmee veroorzaakt is dat mensen bijvoorbeeld letterlijk rottende of erg krampende handen en voeten krijgen. Want je kan het op de grond gooien, maar je kan het ook aan een deurklink smeren. Dat is wel extreem. Het is ook iets waar een dokter dan niks mee kan. Maar ja, het kan wel medisch zijn. Dus een goede intake. En daarbij komt dat je dat ze ook bijvoorbeeld helemaal kunnen verkleuren. En wat je ook kan overkomen als iets op de grond ligt of aan een deurklink, om het voorbeeld aan te houden, is dat je opeens heel erg vitamine tekorten krijgt of echt bijna verlammende spierpijn of griep krijgt. Ja, wat nogmaals heel gewoon lijkt, maar wel veroorzaakt is door ritueel. Ik zou zeggen voor jezelf, als het opeens komt, hou dat dan in gedachten. Waarom ben ik nou opeens ziek en probeer er dan iets mee te achterhalen. Een ander onderwerp, ik noem het zelf maar even tools. Dus tools die worden gebruikt in ritueel. Nou, je kunt natuurlijk denken aan een voodoo-pop. Wordt ook nog steeds gedaan om mensen pijn te geven of te laten gehoorzamen. En dat is ook te verdrijven en blokkeren, gelukkig. En hoe dat werkt, dat weten we denk ik allemaal ongeveer wel. Maar in ieder geval met een soort van haren of een bepaald gezegde maak je dus een pop dat op diegene lijkt die je wel lastigvallen. Dan worden er nog vaak haren of dode dieren gebruikt in rituelen van haren van dode mensen. Of dus dode dieren. Om ook je zin te krijgen. Daarmee kan je iemand goed ziek maken of laten gehoorzamen. Maar vooral ziek maken. Maar ook wordt het wel eens gebruikt om een drankprobleem die iemand gewoon heeft, wel op magische wijze dus over te dragen. Dus diegene is dan door middel van zwarte magie van zijn drankprobleem af. Wat op zich goed klinkt, maar niet goed is. En die ander heeft er dan last van. En komt er dus niet vanaf, want het is zwarte magie. Dan heb je nog het Ouija-bord. Daarmee lok je gewoon donkere geesten uit. Trek je die aan omdat je onzuiver bezig bent. Met dingen bezig bent waarmee je niet bezig zou moeten zijn. En mocht er toevallig dan een donkere geest in de buurt zijn, die zit dan vanaf dat moment op je. Dus dat is niet leuk. Ja, dus dat ritueel kun je per ongeluk zelf doen of in het bijzijn van wel last van hebben. Het laatste onderwerp is eigenlijk een beetje categorie overig. Dus daar ga ik ook gewoon even doorheen. Wist je dat sommige mensen die bang zijn dat hun partner uitloopt, vreemd gaat zeg maar,
die doen dan iets vlak voor de gemeenschap met elkaar, waardoor ze die partner eigenlijk vies maken met zwarte magie. En op het moment dat hij vreemd gaat, krijgt zowel hij als degene waarmee hij vreemd gaat een soort nep-soa. Dat is dan ook niet te behandelen en dat is dus heel vervelend en lijkt op een echte soa. En dit kunnen mensen natuurlijk ook gewoon veroorzaken zonder die angst van vreemd gaan, maar die leggen dan ergens iets op je wc of in je onderbroek en dan heb je ook een nep-soa. En dat kan ook worden weggehaald, gelukkig. En als laatste is er natuurlijk heel veel bekend over familievloeken, maar dan vooral van ja, ver terug en dan op de bloedlijn. Maar wist je dat een familievloek ook naar jou kan worden gestuurd, zodat jij de eerste persoon bent die die vloek heeft en dat dan overdraagt op je kinderen? Dat bestaat namelijk ook. Oké, dit was het voor allerlei zwarte rituelen die er bestaan met bijbehorende klachten. Hoop dat jullie er wat aan hadden. Hoop dat jullie er zelf geen last van hebben, maar heb je dat wel, kun je het even laten weten natuurlijk met de informatie onderstaand. En voor de rest hoop ik dat het leerzaam was en abonneer vooral om niks te missen en tot de volgende keer.